Maar hoe zit het nou met de opvolging? U heeft 4 kinderen, maar er kan er maar 1 de baas zijn. Zo is het. Er kan er maar 1 de baas zijn en dat gaat ook zo worden. Maar bij ons in de familie geldt dat bij versterf, dus als ik kom te overlijden, dan wordt bekend wie mijn opvolger wordt. En dat betekent dat de opvolger ook alle zeggenschappen heeft. Dus geen democratie in dit huis, maar een dictatuur? Dictatuur heeft een negatieve connotatie, maar in dit huis zijn we er blij mee. Dat is zoals ik erover denk, en mijn vader erover dacht, en mijn grootvader erover dacht. Dat is dus niet wat ik bedacht. En wie bepaalt wie die ene opvolger wordt? Dat wordt zijn voorganger. U? Ja, dat klopt. En hoe gaat u dat bepalen? Lijkt me nogal een opgave. Dat is het geheim van dit huis. Alleen de notaris weet dat. Dus het geheim van het huis ligt verborgen in de kluis van de notaris. Hoe denken de kinderen daar eigenlijk over? Maar de kracht ook van een familiebedrijf zit hem juist in dat je dat dus met z'n drieën kan doen. Dit klinkt toch een beetje als een democratie. Terwijl jouw vader vrij duidelijk heeft gemaakt dat hij gelooft in 1 leider. 1 sterke man. Ik begrijp goed waar dat vandaan komt. Mijn vader is wel, die heeft in die periode het bedrijf ook enorm opgebouwd. Dat kon hij alleen doen. Nu vraag je eigenlijk om de opdracht is anders. En nu vragen we in instandhouding voor de generaties hierna, voor de kinderen van, nou nog niet van ons, maar wel van mijn broer en van mijn zus. En vraag je dus eigenlijk een veel stabieler beleid in die zin. En dat krijg je als je meer mensen mee laat praten. Ja. En dus een gewogen en gedragen beslissing hebt binnen de hele familie. Ja, maar daar denk je dus echt fundamenteel anders over dan je vader. Ja, en ik denk dat het daarom zeg maar ook geen verrassing is dat in die zin wij nu met z'n drieën een directie vormen. En dat onze vader dus als voorzitter van de stak zeker nog een hele belangrijke functie vervult, maar niet meer in het dagelijks leidinggeven. Ja, ja.